De ridder die bang was in het donker, geschreven door auteur Barbara Schook-Hazel, met tekeningen van Tony Ross. Er was eens een ridder die heel dapper en heel geliefd was. Hij heette Heer Frederik. Hij verdreef monsters uit de grote kasteelgracht. Hij verjoeg de oneerlijke kooplieden uit de stad en redde de mooie vrouw Wendela uit de klauwen van de verschrikkelijke tienkoppige draak. Heer Frederik had maar één klein tekortkominkje, zijn geheime zwakke plek. Hij was bang, knieën knikkend, hart bonzend, bang in het donker. Hij was bang voor het donker rond de maan, het donker boven de steile stenen trappen, het donker onder zijn grote koperen bed en het donker tussen zijn hoofd en armgat als hij zijn harnas aantrok. Omdat hij bang was, verlichtte heer Frederik zijn slaapkamer met kaarsen. Op zijn nachtkastje stond een glazen pot met vuurvliegjes en hij sliep samen met zijn tamme sidderaal. Hij meenam als hij 's nachts naar de wc moet. Heer Frederik was heel bang dat zijn geheim zou uitkomen. En er was inderdaad iemand die iets vermoedde. De kasteelbullebak Nijdige Nelis. Nijdige Nelis kon heer Frederik niet uitstaan, omdat hij meer geliefd was, vooral door vrouwe Wendela. Nijdige Nelis sloop gluipend en glurend door de kasteelgangen, op zoek naar heer Frederiks zwakke plek. Nijdige Nelis zag dat heer Frederik al zijn dappere daden bij vol daglicht volbracht. Alle andere ridders hadden juist een voorkeur voor bescherming van het donker. Hij zag ook dat heer Frederik als enige ridder niet onder de ronde tafel wegkroop als het zwaar donderde of bliksemde. Hoe feller de bliksem, hoe beter, leek het wel. En wat meer was, hij zag dat heer Frederik en vrouwe Wendela elkaar alleen maar ontmoeten bij volle maan. Ze zagen elkaar dus maar zelden en vrouwe Wendela begon zich af te vragen of zij wel echt heer Frederik's ware liefde was. De zaak werd op de spits gedreven toen op een duistere dag nijdige Nelis plotseling opdook en naar de brief gluurde die vrouwe Wendela zat te lezen. Als je de ware liefde echt wilde zien, fluisterde nijdige Nelis, zou hij geen domme smoesjes bedenken om er onderuit te komen. Zo is het maar net, zei vrouwe Wendela, terwijl ze haar krullen schudde en met haar voet op de grond stampte. Die middag borduurde vrouwe Wendela een banier en ging hem uit het raam. Ontmoet me bij de fontein om middernacht of je ziet me nooit meer. Liefs, vrouwe Wendela. Heer Frederik zag de banier en het hart zonk hem in de schoenen. De avondhemel was bijzonder donker en de maan was zo dun als de snorharen van een muis. Heer Frederik friemelde aan zijn kussen en wikte en woog. O jee, zal ik blijven of zal ik gaan? Als ik niet ga, verlies ik mijn lief, omdat ze dan denkt dat ik niet van haar hou. Als ik wel ga, verlies ik mijn lief, omdat ze denkt dat ik bang ben in het donker. Wat nog waar is ook. Uiteindelijk ging heer Frederik toch. Zijn angst was groot, maar zijn liefde ook. Hij ging gewapend met een vuist vol vuurvliegjes, een schild bedekt met gloeiwormpjes en met zijn trouwe sidderaal om zijn arm gewonden. Vrouwe Wendela zat bij de fontein te wachten met haar ogen stijf dichtgeknepen. Precies om middernacht opende ze haar ogen en gilde. Terwijl ze gilde, greep ze heer Frederiks hand, bevrijdde de vuurvliegen, smeet het schild op de grond en kneep de sidderaal keihard in zijn staart,
zodat heer Frederik doodsbang achterbleef in het pikken donker. Laat me lief met rust! Vrouwe Gwendela gilde weer toen ze de allerlaatste achtergebleven vuurvlieg van heer Frederik's mouw mepte. Om eerlijk te zijn, zei ze toen, ik ben doodsbenauwd voor insecten en al die slijmerige dingen die kruipen en kriebelen. Toen volbracht heer Frederik zijn dapperste daad tot nu toe. Hij vertelde vrouwe Wendela de waarheid over zichzelf. Ik ben, gaf hij toe, bang in het donker, knieën knikkend, hart bonzend, bang in het donker. Dan ben je zelfs nog dapperder dan ik dacht, zei vrouwe Wendela, terwijl ze haar armen om hem heen sloeg, omdat je toch naar me toe kwam. En jij bent zowel dapper als mooi, zei heer Frederik, terwijl hij haar een kus gaf, want jij probeerde me te beschermen. Nee, de Genelie sloop nog steeds glurend rond. Hij zag het liefdestafereel en snoof. Walgelijk! Toen stampte hij met zijn voeten en verdween voor altijd. Niemand zag hem weggaan. Vrouwe Wendela had het te druk met het aaien van heer Frederik Sidderaal, terwijl ze zei, hij is niet zo eng als ik dacht. Heer Frederik hield zijn ware liefde stevig vast en zei, het donker is ook niet zo eng als je maar samen bent.